mantra, en daar wou ik eigenlijk mee beginnen als ik de boeken introduceer, is eigenlijk, Osho zegt, is de meest essentiële, maar ook de meest diepgaande vorm van onderzoek. In de oude cultuur werd tantra gezien als een wetenschap. Maar niet als een wetenschap zoals wij die nu kennen, te reduceren tot statistische gegevens en analyseren. Maar het onderzoek van tantra kan op zoveel lagen en zoveel niveaus plaatsvinden. Je kan tantra-onderzoeker zijn via je eigen lichaam. Dat noemen we dan embodied knowledge of lichamelijk onderzoek. En je kan natuurlijk ook tantra-historie bestuderen of stroming in tantra. Dus er is zoveel mogelijk. Wij denken vaak bij onderzoek, ja, met een saai laboratorium of mensen die getalletjes. Maar onderzoek kan ook plaatsvinden vanuit de ervaringsleer. En dat is waar tantra natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden heeft. En dat hoeft dan niet alleen maar een onderzoek te zijn naar de eerste twee chakra's. En daar hoeft het niet te stoppen. Het kan verder gaan. En het kan ook soms een onderzoek zijn dat begint vanuit je hartgebied. En dat zich naar andere gebieden uitstrekt. Wat nu heel belangrijk is en waarom we dit boek nu gemaakt hebben. De wetenschap bracht het ons. En waaraan merkte ik dat? Er is bijvoorbeeld in Amerika een onderzoeker die heeft een prachtig boek geschreven. Een wetenschappelijk boek. Volgens de westerse wetenschappelijke normen, dat heet The Science of Orgasm. Commissaris. Fleurs en Whipple hebben daar meegewerkt. Whipple is een hele oude seksoloog die eigenlijk ook heel veel over awareness heeft geschreven. Dus bewustzijn tijdens seksuele oefeningen en die zij aan haar cliënten gaf. En in dat boek vond ik een heel interessant hoofdstuk. En dat was eigenlijk de initiatie om hiermee te beginnen. Die wetenschappers komen op een gegeven moment op verhalen van mensen die bijvoorbeeld een dwarslezing hadden gekregen ergens in hun leven. In principe vanwege een lichamelijke probleem geen orgasme meer konden beleven, omdat hun zenuwen waren daarop beschadigd of zelfs kapot waren. En hij observeerde of hij las verhalen over van andere onderzoekers die dat onderzocht hadden in de jaren 80 of zelfs daarvoor, dat die mensen toch orgastisch konden blijven. Met name niet in hun genitale gebied, maar elders, andere plekken in hun lichaam. En dat ze ook, toen ze hersenonderzoek deden, want commissaris is een neuroscientist die zich op seksologie heeft geconcentreerd, vonden dat die orgasmes in de hersenen in ieder geval dezelfde patronen lieten zien als dat ze genitaal beleefd werden. Nu zegt hij, heeft daar een hele droge term voor gedefinieerd, omdat hij zegt, ik heb er geen verstand van, dus noem ik het atypical orgasm. Atypische orgasme. Ja. Nou, toen dacht ik van, goh, interessant. Ja, en hij verzoekt dan ook in dat hoofdstuk van, het is belangrijk dat we hier onderzoek naar doen. Want dat biedt mogelijkheden voor mensen die zo'n invalide zijn en problemen hebben om hen te helpen. Maar het is ook belangrijk vanuit ons hele beeld over wat een orgasme is, dat we onderzoek gaan doen. En dat we dat niet beperken tot het orgasme, weliswaar heel prachtig beschreven door Masters en Johnson, hè, in de vier fasen. En dat wat we dan nu tegenwoordig het piekorgasme noemen. Omdat je toewerkt naar een piek en dan val je even uit van de berg af, dan is er niets meer. Nou, ik hoef jullie allemaal niet te vertellen wat voor prachtige manieren van orgastische ervaring of orgastische staat er zijn. Wat mij belangrijk leek in het boek was dus een soort eerst academisch veld te creëren waarbinnen dit soort kennis allemaal mag borrelen, want het heeft natuurlijk nog geen definitieve vorm gevonden, maar wat wel als een soort richtingwijzer voor dit soort meer harde wetenschappers, zoals ik ze dan mag noemen, zou kunnen dienen. Nou, toen ben ik gaan speuren op internet, zijn er instituten die dat al doen, maar toen bleef ik eigenlijk bij één instituut steken, dat is in Amerika, dat heet de Study Institute of Integral Studies. En daar proberen ze dus wetenschap met spiritualiteit, maar ook met seksualiteit, met yoga, met allerlei technieken te integreren. Maar dan echt vanuit de wetenschappelijke visie van, we doen onderzoek. Maar ook met een brede visie dat onderzoek dus meer kan zijn dan statistisch, of medisch, of fysiologisch naar een bepaald fenomeen kijken. Vandaaruit ben ik gaan praten daar, onder andere met George Ferry, die is daar associate professor. En die zei, je moet een boek maken daar, want je weet het zelf al. Ik ben zelf neuroscientist, dus ik kan ook wel dit combineren vanuit de ene, zeg maar, wetenschappelijke visie met de andere. En daaruit is het idee ontstaan van, nou, ik ga
verschillende mensen vragen of ze geïnteresseerd zijn en die daar al vaker dingen over hebben geschreven. Of ze een artikel willen aanleveren. Ik ga zelf een artikel schrijven. Mijn artikel gaat natuurlijk over Extended Experiences in Orgasm en Neuroscience. Maar goed, er zijn ook mensen zoals Jan die heeft over de verbinding en het gevoel in de verbinding en hoe je dat kan vasthouden. Het verschil tussen verlangen en het verschil, hè, hoe je een verlangen kan ervaren, hoe je dat in feite in een verbinding kan ervaren en daar niet per se aan toe hoeft te geven. Ook de hormonale aspecten daarbij. Overigens ga ik dan bijvoorbeeld weer in mijn boek, in ditzelfde boek, dus zijn artikel staat erin, maar mijn staat erin. En Jan zegt van, de dopamine neemt af als de oxytine toeneemt, want dan is er meer verbinding. En ik zeg, dat klopt niet, want vanuit neuroscience weten we dat dopamine en oxytocine een tweelinghormoon zijn. En dat als dopamine raising is in het brein, ook oxytocine en andersom. Ja, dus dat levert alweer een hele interessante discussie over hoe zit het dan aan. Maar er zijn ook mensen die hebben geschreven over hun therapeutische ervaring. Dus die zijn in wetenschappen. Bijvoorbeeld David Brown, die werkt al 20 jaar met mensen die seksueel onervaren zijn of seksueel geblokkeerd. En die geeft surrogaatpartnertherapie. Hij doet de supervisie daarvan. Dus dat zijn mensen die voor een bepaalde periode surrogaatpartner zijn voor iemand die op een andere manier eigenlijk niet tot een intieme of seksuele verbinding met een ander kan komen. En het zijn hele intense therapeutische trajecten waar heel veel over te zeggen is. En hij is de eerste en de enige in de wereld die daar een protocol voor heeft ontwikkeld. Dus echt een behandelingsprotocol. Nou, hij vertelt ook daarover. Nou, wat bindt nou al die verschillende stukjes? Dat is wat hun bindt, is het integrale. Dus het holistische. Kijken naar het geheel. Uitgaan van de mens als geheel. En niet zozeer vanuit het pathologische of het klinische. He, want bij pathos zit het woord ziekte al in. En ik denk dat wij ook heel erg kijken naar wat zijn de mogelijkheden. Wat is nou eigenlijk gezond? Wat is überhaupt gezond? Dat is een interessante vraag om te stellen. En wat is gezonde seksualiteit? Wat is daar de definitie van? Is dat als je 2,4 keer per week doet? Ja, maar wat doe je dan? En wat beleef je dan? Ja, en wat is seksualiteit überhaupt? Of wat is intimiteit? Ja, ik denk aan de tijd. Ja? Dus dat zijn dingen waarvan ik dacht, daar kunnen wij vanuit de transpersoonlijk, en dus integraal is het holistische, en transpersoonlijk is wanneer dat zeg maar het dagelijkse overstijgt, wanneer je in een transcendente gebied komt, of wanneer je in een gebied komt waar het extatisch wordt. Ja, bijvoorbeeld tantra, en sommige vormen van tantra beantwoorden daaraan. En werken daaraan, om tot een hogere bewustheidsstaat te komen. Dat kan soms ook het doel zijn van tantrische oefening. Al die dingen hebben we in dit boek samen willen brengen als een soort eerste vulkaan die uitgebarsten is en die zegt, kijk, we hebben lang onder de grond gezeten en we waren kokend. Dat was een vurige massa. Maar nu komt die kundalini omhoog. En hier zijn we. En met mijn initiatief zijn er veel andere heel interessante initiatieven, onder andere Jacqueline die nu een tantra academie begint. Een heleboel mensen die bezig zijn toch dat vak niet alleen in te kaderen, want daar gaat het niet om, maar een platform te bieden, een soort professioneel platform. En dat maakt dan het weer mogelijk, als je dat dan doet, om een brug te slaan naar anderen. Mensen, wetenschappers, cultuur, fenomenen, politiek. Daar wou ik bij laten. Dit is het boek. Het is helaas nog niet in de uiteindelijke vorm hier, omdat er gestorven was in Amerika en daardoor de post, want is door een Amerikaanse uitgever uitgegeven. Dus wij zaten ook te wachten tot een jachtboek. Maar over een paar weken is het er en dan is het zeg maar zo'n boek, zeg maar niet zo groot. Maar we hebben een dummy gemaakt als je er geïnteresseerd bent, kijk het even in. En daar ligt een bestelformulier. Als je het vandaag bestelt, dan krijg je korting. Zowel op het e-book, want je kan een e-book en een hardcover bestellen. Dankjewel en misschien veel leesplezier.